Yo, beste kijkers van mijn YouTube-kanaal. Vandaag speel ik Injustice en we gaan speedrunnen. Ik moet heel wat enemies gaan verslaan. En waarschijnlijk, volgens mij moet ik ze allemaal achter elkaar gaan verslaan. Omdat het 2 minuten of zo, ik weet niet precies wat het was, maar... Ik ben benieuwd. Nummer 1 heb ik al bijna. Kom op. Dat was nummer 1. Voor mij moet ik er 6. Maar als ik voor 5 man nog 110 seconden over heb. Oh, dan heb ik redelijk wat tijd. Maar ik weet niet of ik bij iedereen diezelfde tijd heb. Of dat er nu weer tijd bij komt. Ik ben heel erg benieuwd. Waarschijnlijk gaat hij nu gewoon vanaf die 110 seconden verder. Maar dat gaan we niet zo zien. Ik ben benieuwd. Oh kijk, ik krijg er wel 5 seconden of zo bij dan. Ja. Pak hem een lange stad er weer bij. Hop, sakkerij. Nou, even jumpen. Hop, hop. En hij kan weer bijna niks. En ja, ik kan onder de 100 seconden kon ik het finishen. Nice. Zelf ben ik net wat beter op het moment dat ik die hele lange stok heb. Je kunt wel met die 2 kleine stokjes net wat snellere combi's maken, maar... Geef mij maar lekker die grote stok en laat me maar lekker erop losrammen. Want die grote stok heeft gewoon meer damage. Hij is iets minder sloom, maar omdat je die hele grote zwaai naar voren maakt, hou je tegelijkertijd ook weer de enemy tegen. Dus dat is een heel groot voordeel van dit poppetje. Je kunt daarom ook, dit is ook wat ik al vaker heb gezegd, je kunt dit op eigenlijk voor snelheid, maar je kunt hem ook echt gewoon voor volop de rammen gebruiken. Kijk, dit is dan voor snelheid. Oh. Kijk, daar ben ik zelf helemaal niet goed in, zoals jullie kunnen zien. Kijk, dan doe je bijna geen damage, zie jullie dat? Kijk, en dan pak ik deze erbij. Oh, nu gaat hij blokkeren. Dat is niet zo mooi. Nee. Dacht van niet. Beetje slow start hier vandaag, joh. Ik moet opschieten, want ik moet hierna nog 3 van die poppetjes killen. En de timer, die blijft lopen. Die gaat echt niet stilstaan nu. Damn. Ja, daar was ik. Game over. Ja. Deathstroke wins. Ja, het was wel een heel mooi gevecht, dat wel, maar... Het is best wel een moeilijke. En ik ga meer van deze video's uploaden, dat zeker. Ik ga wel meerdere modes proberen. Zo ook bijvoorbeeld een mode dat je binnen 30 seconden al de enemy hebt moeten verslaan en zo. Dus ik hoop dat jullie eigenlijk de video heel erg leuk vonden. Dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.